Goeiedag, mijn naam is Eline Ulaan. In dit filmpje kun je zien hoe je een roos met een gekleurd randje kunt schilderen. Dus let goed op. Goed, ik begin eerst met een klein opzetje. Hier ongeveer ga ik mijn mooie roos maken. Ik vind het ook leuk als er een kleine roosje bij je zit. Of een soort roos in de knop die nog niet helemaal uit is. En het helpt natuurlijk ook als er een paar blaadjes bij je zitten. Vandaag wil ik toch een kleine compositie doen. Dan hebben we hier straks een heel schilderijtje. Kijk maar goed. Dan kun je het straks thuis nadoen. Oeps. Nou, het takje hier is misschien ook wel leuk. Blaadje. Blaadje. Je ziet wel, ik geef de blaadjes eigenlijk alleen een beetje aan. Je kunt ze natuurlijk helemaal uitschilderen. Maar vaak is dat helemaal niet nodig. Dus zeker zo in het begin werk ik ze niet helemaal uit. Hier hebben we wat meer licht nodig. Ik geef die blaadjes eigenlijk alleen maar aan waar ze ongeveer zouden kunnen zitten. Je ziet wel, ik gebruik ook af en toe verschillende kleurtjes. Kan nooit kwaad. Maar de rozen, daar gaat het om. Deze roos maak ik donkerroze. In het midden heb ik dan een goed donker nodig. Daarvoor gebruik ik crimsonrood of kraplak. En zelfs zwart. En je zal zien, zo'n heel klein roosje heeft helemaal niet zoveel nodig. Hij zit natuurlijk ook een beetje in de schaduw. Dus ja, dan zie je er ook niet zo heel veel van, hè. Blaadje hier aan de buitenkant. Misschien hier nog één daarboven. Iets meer licht nodig hier. En hier zou een blaadje kunnen zitten zo. Niet vergeten dat de gele roos straks wat schaduw gaat afgeven. Dat is het zwart wat ik er nu in zet. Even een klein beetje vervagen. Anders is het allemaal zo hard. Dan ga ik nu aan mijn gele roos beginnen. Eerst zet ik natuurlijk het geel erop, de middentoon. En ik doe dit natuurlijk met de Jenkins streektechniek. Als je mijn werk leuk vindt, dan heb je waarschijnlijk ook gekeken naar Gary Jenkins. En om mooie bloemen te kunnen schilderen, ben ik speciaal naar Arizona geweest. En heb ik daar les genomen van Gary Jenkins zelf. Ik heb daar een private seminar gedaan, of een semi-private seminar, officieel. En ik heb daar ook privéles gehad van hem. Natuurlijk ontzettend veel geleerd. En ja,
Gary Jenkins is natuurlijk dé specialist op het gebied van rozen. Dus daarom dacht ik ook, bij hem moet ik zijn om dit te leren. Want ik vind zijn streektechniek echt fenomenaal. Geweldig dat die man dat bedacht heeft. Maar buiten dat vind ik hem ook een meester op het gebied van kleurgebruik en compositie. En vooral daarvoor ben ik naar hem toe geweest. Nou, ik ga nu met een iets lichter geel de blaadjes erin schilderen. Ik gebruik hier als referentie een foto. Maar is dat niet de allerbeste foto van de wereld? Ik ben namelijk geen fotograaf. Ik ben maar een eenvoudige schilder. Maar ook een niet zo goede foto kun je best als referentiemateriaal gebruiken. Het allerbeste is natuurlijk een verse roos. Daar schilder ik ook het liefste van hoor. Gewoon verse rozen. Die kun je kopen in de winkel, maar het liefst heb ik ze natuurlijk uit de tuin. Nu heb ik zelf geen tuin hoor. Maar ik ga wel graag naar rozentuinen toe. Om foto's te maken en schetsjes te maken. Van de echte rozen. En als je ook wel eens naar een rozentuin gaat, dan weet je wel dat rozen in een rozentuin er toch altijd anders uitzien dan rozen die je in de winkel koopt. Hè? Het zijn gewoon een ander soort rozen. Hier zou een blaadje kunnen zitten. En daar misschien. Geel kan soms een lastige manier zijn om mee te schilderen. Dat komt doordat geel meestal transparant is. Behalve je okergeel, dat is niet transparant. En je cadmiumgeel is ook wel sterk, maar veel mensen hebben dat niet, omdat dat gewoon best heel duur is. Ik meng daarom mijn geel vaak aan met een beetje titaanwit. En dan is hij wat meer dekkend. Dus heb je er ook last van dat je geel wel erg transparant is? Doe er dan een beetje titaanwit doorheen. Nou, even die binnenste blaadjes. Ik kan natuurlijk bijna niet wachten om die mooie randjes erop te zetten. Want dat is wat ik je vandaag eigenlijk wil laten zien. Even kijken hoor, hier even midden in het roosje wat laten gebeuren. Daar, daar, daar. Het hartje erin. Nou, als je wel eens geprobeerd hebt om rozen te schilderen, heb je vast wel gemerkt dat het echt niet zo heel erg makkelijk is. Rozen schilderen, dat moet je echt oefenen. Oh, ik vergeet wat verkorte blaadjes erin te zetten. Nou, die kunnen hier zitten zo. Die zijn een beetje omgeklapt, hè. Zo. Even hier en daar nog een beetje zacht maken. Kijk. Die blaadjes hoeven ook niet allemaal helemaal uitgeschilderd te zijn, hè? Nou, dan gaan we nu het randje erop zetten. Nou is zo'n randje aan de onderkant meestal wat breder dan aan de bovenkant of aan de binnenkant van een bloem. Je hebt natuurlijk ook roze rozen met een randje, met een rood randje. En zelfs witte rozen met een rood randje. Ja, ik vind dat soort rozen altijd prachtig. Dus ik schilder ze ook graag. Maar de clue met die randjes is dat je moet het niet overal doen. En aan de onderkant dus een beetje
een beetje meer doorstrijken dan in het midden van de bloem. En het geheim is dat je dat randje met de penseelstreken die eronder zitten mee moet strijken. Dus je gaat niet zo een rand eraan zetten. Nee, want dan lijkt het alsof het niet klopt. Maar je zet hem in de richting van de penseelstreken, van de blaadjes die eronder zitten, zet je hem erop. Zo. Zie je? Tjoep, 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 tjoep. En het hoeft echt niet overal, want dan gaat het er een beetje grafisch uitzien. Dan kan een grafisch schilderij ook best heel mooi zijn, hoor. Kijk, hier bij die verkorte blaadjes doe ik het wel even zo. Daar kan het wel. Hupsakee. Maar dan hier zet ik ze er weer met de penseelstreek mee erop. Zo. Nou. Dit is even om te laten zien hoe je zo'n randje erop kunt zetten. Nou, kunnen we natuurlijk dit schilderij nog verder afwerken. Misschien doe ik er zo nog even wat aan. Maar je hebt nu gezien hoe je zo'n randje kunt doen. Dus ga er lekker mee oefenen en veel plezier.